De Nationale Loterij geeft al haar spelers de kans op het grote lot. Als ik de lotto win, dan koop ik een groot penthouse in New York. Dan koop ik mijn mobilhome en ik ga met mijn ventje op wereldreis. Dan richt ik een voetbalploeg op in Ghana. Heel veel met mijn gezin doen. En dankzij jouw kleine inzet kunnen de dromen van al onze goede doelen uitkomen. Zoals de Koninklijke Belgische Badminton Federatie. Hallo, Lianne. Hey, het is een eer om jou te mogen ontmoeten. Hallo. Jij bent 11-voudig Belgisch kampioen badminton in het enkelspel. 13. 13 al intussen, amai. En hoe is dat allemaal begonnen, badminton? Het is begonnen omdat mijn vader die is van Indonesische afkomst. En in Indonesië is het echt dé nationale sport. Hij speelde eigenlijk voor zijn plezier. En mijn broer en mijn zus die speelden dan ook. En ik, de kleinste van de familie, ging dan heel vaak mee naar de sporthal. Ja, dat zat in de familie inderdaad. Ja, en talent met overschot, want 3 keer Olympische Spelen meegedaan. Hoe was dat? Ja, dat was heel leuk natuurlijk. Hè. En zeker samen met mijn broer, dus dat was toch wel heel speciaal. Dat is toch iets waar we heel lang voor gewerkt hebben. En als we dan daar kunnen staan, dat is natuurlijk een heel trots moment. Voilà. Alsjeblieft. Okay. Nog 1 vraag. Wat is uw sterkte op het veld? Ga ik niet verklappen, hè? Jawel, dat is heel belangrijk. Mijn sterkte op het veld. Ik denk dat ik redelijk snel beweeg en mijn conditie is ook best goed. Dus dat zijn denk ik sterke punten. Ja. Klaar? Ik denk het, ja. Oh nee! Yes. Wow! Wow! Amai, dus dat is... Wat is de stand eigenlijk? Ik denk 10-1. Ah. Zeg, hoe snel kan zo'n pluimpje gaan? Het kan wel tot bijna 500 km per uur gaan. 500? Ja, dat gaat echt heel snel. Het is de snelste racketsport. Wat is jouw volgende doel? In augustus hebben we het WK. Dus ik hoop daar een mooie prestatie neer te zetten. Ja, ik hoop toch wel zeker de 8e finale en hopelijk de kwartfinale te bereiken. En hoe zit het eigenlijk met het Belgisch talent? We hebben zeker wel wat talenten in België. Hoor. Op jonge leeftijd zijn er best wel spelers die, waar veel potentieel in zit. En is daar een omkadering voor? Worden die gestimuleerd en ondersteund? Ja, ik denk dat dus van jongs af aan ben ik altijd bij de federatie geweest. Dus ze hebben me altijd wel gesteund. En ja, nu train ik ook gewoon altijd onder de federatie en hun structuur. Dus ik denk ook wel dat het dankzij de spelers van de Nationale Loterij is dat de federatie eigenlijk de kans heeft om jonge talenten goed te ondersteunen. Ja.